Want vandaag gaan we weer iets doen met het hele zooitje ongeregeld. We gaan weer geld winnen. Er is vandaag 500 euro te winnen, maar niemand weet nog waarmee. Wat jullie mogen doen, jullie mogen je schoenen uitdoen en even zeg maar, op je schoenen gaan staan. De rest van de kleding in mijn achterbak gooien en alleen je shirt om je hoofd wikkelen. Daar komt de verrassing. Nee, nee, nee. Dames, jullie mogen alle vier in de volgende. Yolab, een hele goede avond. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video die jullie weer heel erg leuk gaan vinden. Want vandaag gaan we weer iets doen met het hele zooitje ongeregeld. We gaan weer geld winnen. Er is vandaag 500 euro te winnen, maar niemand weet nog waarmee. We staan nu ergens donker in een bos. Hier is de auto. Dit is de 350Z, de nieuwe auto. We zijn hier lekker rondje mee gaan rijden. En ik heb hier een tas en een speaker en ik heb van allemaal dingen voorbereid voor een leuke manier hoe de jongens 500 euro kunnen winnen. Nu is Tim hier als enige mee nog. Ja. Jij hebt geen idee wat we gaan doen, hè? Nee, ik heb echt helemaal geen idee. En niemand heeft een enige idee. Zoals je kan zien, het is hier vrij donker. We zijn in een bos. Er is hier zelfs water. Het is niet de beste plek om een avondje door te brengen. Maar dat gaan we wel doen. Iets met water? Nee, toch? Ik zeg niks. Nice. Hier komen de andere kandidaten aangereden. Wat doen we hier? Hebben jullie geen zin meer? Nee. Jullie wisten toch wat we gingen doen, nee, of niet? Nee, ik wist niet wat we gingen doen. Oh, ik dacht dat je zei dat je wist dat ik wat... Ik ben weg. Timo, we gaan niet. Lars en Timo zijn heel bang in het donker. Daarom vind ik dit een hele leuke dag. Ze zitten hier oprecht te overleggen of ze gaan. Komen jullie toch wel, dames? Ja, we gaan het proberen. Oké, jongens. Ga even... Oprecht allemaal hier netjes op een rijtje staan. Ik beloof jullie, er komt niemand van achter. Er is hier niemand. Ik zie ook niks op deze lamp. Nee, dat klopt. Ja! Wat jullie mogen doen, jullie mogen je schoenen uitdoen en even zeg maar, op je schoenen gaan staan. Nu mogen jullie uit gaan kleden tot je onderbroek. Ja, flikker op. De rest van de kleding in mijn achterbak gooien. En alleen je shirt om je hoofd wikkelen. Stiefens koud hier, Boas. Nee, fuck off. Het is hier fucking koud. Nee. Jullie hebben geen keuzes, jongens. Succes met die 500 euro. Nee, Timo, je gaat wel meedoen. Zo, nee, maar die 500 euro hoeft niet. Jongens, het wordt leuk, echt waar. Ik heb het al koud, Boas, al heel dag. Stel je nou niet zo aan. We zijn nog geen minuut bezig. 500 euro, hè, Timo. Fuck, sta ik nu al met mijn sok in de blubber. Oké, shirt om je hoofd. Tot je geblind. Jullie blijven bij elkaar. Jullie gaan nooit verder dan 2 meter uit elkaar vandaan. Gaan we geblinddoekt worden? Nee, dan gaan we... Nee, Boas, ik serieus. Timo. Ik heb vast spullen mee. Shirt uit. Broek uit, op je hoofd. Broek uit, op je hoofd. Hey, broek, kijk. Je moet niet aan denken. Hoofd. Oh, broek. Shit. Het is er. Ik dacht mensen zag. Nee. Je moet er niet aan denken. Wat ben je aan het doen? Jongens, jongens, je moet echt goed je blinddoek omdoen. Want als je speakt, dan ben je gelijk af. Iemand hier is, ik stomp hè. Jongens, allemaal vasthouden. Daar komt de verrassing. Ja, is dat deze stad? Is die koude bus van Sheet? Ja, we hadden gelijk. Oh, maar dat is wel leuk dan. Nee, zeg. Oh, shit. Hey! Ze mogen niet weten dat jij het bent. Jongens, Timo! Timo, kom! Gast rustig, die beesten vinden dat niet leuk! Nee, tief op hoor. Nee. Jongens, wat doen jullie nou weer poes? Ik hoor beesten, ik ga in de achterbak liggen. Hoor je echt beesten? Ik ga in de achterbak liggen. Jongens, kom! Nee, dit is een eng iemand. Wat doen jullie nou weer stom? Oh, dit, jongens. Jeetje! Ik vind het leuk, dit is een leuke spanning. Dit is niet leuk! Ja, dit is leuk. Het is een leuke spanning. Nee, hou je bek. Ik heb een jullie worden ons de beurt naar binnen geleid in de kooi. Nee. Mees mag als eerst. Ah, top. Onze man die geeft jou een arm. Als jij je arm is, oké, dan ga je een opstap op. Opstap. Ja, netjes. Dan krijg je nog een opstap en vanaf nu mag jij je mond houden. Ik word ontvoerd, help! Hebben jullie enig idee wat er gaat gebeuren? Nee, niks. Lasje, net een vrouw, waarom hou je tieten vast? Ik ben bang dat iemand in mijn piemel of in mijn tepels gaat knijpen. Oké, nummer 1 staat. Mag ik nu? Tim, u nee, wordt geholpen. Ik wil niet als laatst. Nee, Timo, je gaat niet. Ik wil ook niet als laatst. Ja, een stapje. Ja, oh, ja, lekker jongen. Kom nog een stapje. Omhoog stapje. Hoger. Ja, u mag er ook op komen staan. Lars, u mag uw hand uitsteken. Ik wil niet als laatst, ik wil als eerst. Opstapje. Ja, oké. Okay. Ja, oh, ja, oké. Okay. Opstap. Hoog, opstap. Ja, lekker hoor. Dan wordt nu de laatste. Hé, hey, blijf eens staan, jongens. Opstap. Ja, wacht even. Oké, opstap. Timo, je wordt nu opgetild. Ja, nee, Timo. Ja, jullie doen het wel. Ik denk dat ik het ook al weet. Nee, missen. Timo, we hadden het goed, hè? Dames, jullie mogen alle vier in de woonpit gaan zitten. Jongens, er ligt nog geld in, dus als je wat vindt... Echt? Ja. Hoeveel ligt? Dan is het voor mij. Goed, het doen. Boas, mag de blinddoek af? Ja, jullie mogen nu de blinddoek wel afdoen. Oh, wat het goed! Yes! Dit is jullie zeer aangename ruimte voor de aankomende avontuur. Ik heb iets!
Je ademt ze heel makkelijk in. Nou, gaan jullie eerst maar 5 minuten vermaken, dames. Mijn lieve Mattie Seed had dus nog even een vrachtwagen vol met piepschuim over die ik mocht lenen. Het idee voor vanavond. We gaan een x-aantal challenges krijgen vanavond. Je kan afvallen door er zelf uit te stappen omdat je geen zin meer hebt, omdat je verdrinkt of weet ik veel wat voor reden. Ik ruik het. Ja, ik ruik het ook. Of je kan afvallen door een challenge niet te halen. Dus voor nu, ik laat jullie even een half uurtje sudderen met z'n allen. Veel plezier. Ja, en dat is nog een leuke. We gaan natuurlijk niet gewoon doen. We doen het zo. Het safe word is pannenkoek. Kunnen we niet zien als iemand verdrinkt? Ja, maar dan moet je zeggen dat je verdrinkt. Doei! Zo, hoppakee. We kunnen wel een klein stukje rijden, toch? Gast. Alles goed? Ik hoor niks meer. Ja, gaat goed. Ja, als wij vasthouden, kan het. Hé, jongens. Als we vast blijven houden, kan het. Ik heb nog bijna gestikt. Hoe heeft hij een blik? Oh, die had hij in zijn balzak. Gaan we die afpakken? Doe jij. Ja, oké, doen we ook. Hey, Timo. Ja, jij dacht dat mijn dikke piemel was, maar dat is een dikke netbom. Jij hebt niet goed gekeken, joh, man. Dus inleveren, maat. Wat doe je? Wat doe je? Ben je pauperom? Dat is jammer, hè? Ik heb hier iets feest, man. Was dat jij? Was dat jou? Oh, Tim! Tim! Wat doe je deze plakken? Oké, jongens. Nu de vraag waar Timo de vorige keer goed was. Wie wil zich nu voor 5 euro uitkopen? Jongens, 5 euro doe ik nog niet. Maar dat gaat van de pot. Deze keer gaat het niet van de pot af? Nee, de 5 euro gaat niet van de pot af. Oké, okay, nou, bij 10 ga ik twijfelen hoor. Nee, natuurlijk niet. 50 euro, Timo. Ja, pak. Nee. Doe dan. Toch niet. 50 euro als je er nu uitstapt. En je blikje Red Bull terug. Nee, ik wacht nog even. Er zit zoveel in mijn onderbroek. Jongens, laatste bot. 50 euro, nu eruit. 3, 2, 1. Aankomende 3 uur. Nou jongens, veel succes de aankomende half uur. Zo. Het is nu nog heel leuk, maar over een half uur zijn ze er helemaal klaar mee. Het is ongeveer een half uur later. De muziek is uitgegaan, dus we gaan even checken wat het nou is. Zo, dames! Hoi. Hallo. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker. Wat is hier gebeurd in de tussentijd? We hebben de bus even op zijn kop gegooid. Ja. De box is uitgevallen. Hé, hey, deze man heeft even 500 euro gevonden. Wat heb je hier voor over? Niks. Nou, oké. Nee. Vermaak jullie een beetje? Ja, ja. Nu wil ik voor jullie, dit is geen afvalopdracht, maar wil ik van jullie allemaal even een flipcheck zien om ze te beurt. Waar dus Lars, jij mag hier. Ja! Aan de kant! Lars, ja. Hand omhoog. Oh, kijk, jij komt niet meer. Ja, go, 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 go. We hebben zelfs een reddingsplan gemaakt. Hoe is het echt hand omhoog aan de suipje? Ja, maar je gaat echt wel. Tim zat net ook al zo. Oké, flipcheck. 5, 4, oh shit. 3, 2, 1. Geef hem gewoon meteen omhoog, ja. Kijk, die reddingsdienst ook echt. 3, 2, 1. Zet je handen omhoog, mee. Ja, maar je moet gelijk redden. Max. Ja. Oké, okay, laat Steam ook op jou een backflip zien. Nee. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nee. Oh, shit. Hij kan zelf, hij kan zelf. Ja, hij kan zelf. Hebben jullie? Maar hebben jullie afgelopen half uur vermaakt? Ja. Ja?
Alles staat op camera, die camera stond net aan, dat jullie weten. Jongens, vraag je. De speaker heeft gewoon nog batterij. Hoe is die uitgegaan? Ja. Ik heb vraag. Nee, je hebt niks over de speaker. Ik ga wel naar achter, want ik kan zeggen. Ja, maar je mag niet uit de bak. Nee, dat weet ik. Niemand is uit de bak geweest. Heel lang voorwerp gebruikt. Oh, die bezem. Nee, daar komt er toch niet bij. Voor als er iemand wel uit de bak is geweest, nee, het staat op camera. Kijk, er is niemand uit de bak geweest. Ik zweer het op. Kijk nu maar terug. Ja, maar jullie hebben wel uitgezet zelf. Ja. Ja, wat we zijn gewoon geen. Oké, degene die hem uit heeft gezet, die gaat er gewoon uit. Ja. Hebben jullie de bezem gebruikt? Nee, niet de bezem. Ik wil het zeggen, maar dan ga ik er niet uit. Oké. Want Lars heeft hem uitgezet. Is dit hiermee gelukt? Ja, Lars. Ja. Kijk. Oh, dit is gewoon 5 euro alleen maar voor engineering. Dit is echt sick. Drinken willen jullie graag, hè? Ja. Ik heb een Leffe Blond mee. Dat hier. Dat is maar voor één iemand, joh. Ik heb het ook niet. Jij hebt het ook niet? Nee, Timo kan het wel. Nou, Lars ook. Ja, dus jongens. Oh, jij wil niet een biertje? Ah, ik krijg hem dus. Hoppakee, gratis. Nee, jij hoeft hem niet. Water is wel koud, hè? Ja, klopt. Maar jullie hoeven geen biertje? Ik niet, hoor. Ja, als er geen strijd is, is er ook geen bier. Ja, of jij moet alleen doen. Je moet het alleen doen. Ja, dan krijg je de alleen challenge. Ja, het zal lachen, man. Ja, ik doe het niet, omdat ik zeg maar weet dat ik dan het water zo moet. En dat is helemaal kut voor één fucking biertje. Ik ben ook geen alcoholist. Nou. Ik blijf in mijn standpunt, ik doe het niet. Oké. Okay. Aangezien jullie geen biertje willen, is hier opdracht 2. En dit is geen opdracht. Oh, jullie horen biertjes. Kies allemaal een hoekje. Allemaal een blaadje. Allemaal een pen. Oh joh, het valt niet eens op zo. Zo. Oké, okay, ja? Oh, ik heb die pen niet. Hij is de pen kwijt. Ik wist ook dat dit ging gebeuren. Nou, luister, jij schiet hem echt erin, hè? Nou, of geen chance om Lars gaat eruit. Dat kan ik maak geen vat toe, ouwe. Hier, een nieuwe pen. Er gaat binnen nu en 2 minuten 1 iemand afvallen. En jullie mogen beslissen wie. Je schrijft 1 naam op een papiertje van wie jij wil dat er afvalt. Oh, wat een kutstreek. Jullie mogen de namen op het blaadje gaan schrijven. Oké, ik ben benieuwd wat jullie gaan doen nu, jongens. De eerste stem staat voor Timo. Ah, wat een lul. Zo, hè. Het staat ook onder kusjes lat, laat maar zien. Ja, ah, ik heb ook Lars gestemd, sukkel. Wat is dat dan? De tweede stem is voor Lars. De derde stem is voor Lars. Oh! Oh! En de vierde stem is voor... Nee! Lars! Ah! Ik moet het allemaal uitleggen. Lars heeft de vorige keer gewonnen, dus daarom dacht ik, nou, als we dan nu... Ja, Lars heeft een klein subtiel, dus ik moet even uitleggen. Maar krijgt hij nog een prijs? Nou ja, je mag je kleren eraan doen. Ja, top. Het mooiste vond ik nog dat hij zei, deze is voor Timo, kusjes Lars. Dit is een keiharde karma. Voor wie moet ik dan kiezen? Ik moet nog iemand kiezen. Nee, maar dat weet ik wel. Maar Lars... Ik krijg bijna mezelf opschrijven. Ja, nee, ja. Ah! Swipe op. Oh, de eerste kandidaat Lars gaat eruit. Oh, en nu gaat hij staan en dan moet je kijken wat er allemaal uit zijn broek komt. Wow, kijk dit dan. Oh, je hele rug gek. Oké, jongens, ik heb hier wat te eten. Een boterkoek. Holy shit, dat is lekker gek. Jullie krijgen allemaal een stukje boterkoek van mij. Het enige ding is dat degene die hem het laatste op heeft, dus mond leeg, die mag even met zijn voet hier zo meteen het water in lopen. Oh, prima. Ik wil hem wel opofferen. Hoezo, maar waarom... Nee, jij wil sowieso het water in? Jawel. Nou, ik zou het ook wel doen. Maar ik wil wel gewoon een stukje boterkoek. Nou ja. Maar wat is deze? Lekker, Timo. Een weekje of 9. Nee, echt. 10 zijn ze meestal lekker. Ik heb gehoord dat jij en jij je boterkoek hebben opgegeten. Niet hebben opgegeten, sorry, weg hebben gegooid. Het was een hele vieze boterkoek. Valt me voor Mees. Mees vindt het wel lekker. Dan mag Mees blijven zitten en dan mogen jullie twee even met me meelopen. Timo, schoenen uit, sokken uit, snel. Ik ben echt voor die auto, alsof die twee jongens ontvoerd hebben. Ik kom in zijn kleding uit. Tim, wat doe je? Hey, Tim is aan het plassen. Laat me. Mag dat gewoon? Was ik draai om? Kom maar, lopen. Naar beneden. Timo, jij ook. Waar is je water? Daar. Dat is echt water. Ja? Oké, wat jullie mogen doen, jullie zien hier een tegel. Daar gaan we niet overheen, die is fucking glad. Ja, maar dat weet jij natuurlijk al. Ja, ik weet dat deze tegels heel erg glad zijn en je moet tot enkel diepte minimaal erin lopen. Hier de tegel. Nee. Oh, heb je jezelf opengesneden? Nee. Oh, Tim. Ja, ik wist natuurlijk al dat het ging gebeuren. Timo, jij moet ook nog. Jij moet nog. Het is koud glad. Ik ben enkel diepte, kijk. Nee, Timo, je bent nog geen enkel diepte. Nu wel. Ja, allebei je voeten daar. Yes! Ja, oké. Tim. Oké, allebei terug te bakken binnen 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Oh, Tim is het water ingevallen. Oh, ja. Hebben we nu wel drinken, vriend? Nee, nee. Jongens, tot over 10 minuten. Muziekje, jongens. Hoe lang is dit? 10 uur. 10 uur. Ja, dat is lang. Dat is oké. Okay. Zo gelegd kan ze hem niet uitdoen. Je bent nu blij dat je eruit bent, hè? Ja, want ik wist dat zoiets ging komen. Ik ben blij dat ik het mag doen. Oh, hoor dit. Ze zijn nu een minuut of? 6? Ja. Laten we hem even veranderen naar een andere. Dit is kut, hoor. Je ga je heel slecht op in die bus. Doe die piep. High tone sound. Oh, dit is nou... Is dit fijn, jongens? Ja hoor. Dit is heel kut. Dit is heel kut. Kom, laten we even wat drinken. Deze hoge toon zit ook al zo'n 3 minuten aan. Gaat Timo's eigen kerstlied aanzetten. Dit heeft hij hoe lang geleden gemaakt? 3 jaar geleden? 3 jaar terug. Kijk of ze het herkennen. Ja! Ja, weet ik. Normaal gaat kerst. Gratis promotie, zegt hij. Kijk, die hele bus gaat! Horror sound effect. Timo houdt niet van horror. Ik ook niet, want ik zet het aan. Hij staat te hard misschien. Misschien moet hem zacht zijn. Je moet je bij Timo tegen dat ding aanslaan. Oh, viel mee. Dat is gelukkig, misschien intens wel van binnen. Nu, neem allemaal een grote hap adem. Jullie gaan onder de blokken. Wie als eerste uit de blokken komt. Ja, ik kan er helemaal uitstappen. Je mag het alsnog wel. Je mag ook vals spelen en elkaar duwen. 3, 2, 1. Let's go! Timo, je staat nauwelijks onder het ding. Meisje, ja, dat zit er wel netjes onder, toch? Ja, Tim is wel echt eronder. Ja. Even zo. Heb je er geen zin meer in? Of ging het niet meer? Mijn hart was aan het kloppen. Ik had het net even gedanst. Zij ging echt tegelijk. Ja, nou, Mees, helaas. Nee, Mees, jij? Ja. Mees' hart klopt en dat klopt niet. Ja, hij begon mij opeens met aftellen en ik had net geen adem gehad. Ik zat onder en ik hoorde mijn hart echt zo gonk, gonk, gonk. Ik was van het aftrekken, Jan. Oh. Nou, Mees. Kom eruit. Jullie mogen deze wel hebben van mij, maar dan moet je er wel eens voor doen. Nee, of in één keer. Wie wil je laten zien? Welkom in de bewoonde wereld, Meesie. Ga allebei even in een hoekje staan en naar een hoekje kijken. Jongens, Lars heeft iets heel leuks bedacht. Hij heeft jullie telefoons in zijn handen. Wie hem als eerste vindt, mag 5 minuutjes op zijn telefoon. Ready? 3, 2, 1. Wat zit er zo in? Oh. Maar wat is dat is Tim's telefoon. Die zou ik er terug inleggen. Ja, Tim was wel eerder nu. Ja, maar ik heb ze allebei gevonden. Hij pakt hem af. Wil je rematch? Doe hem gewoon door de helft. Allebei 2,5 minuten. Wat doen we nu? Wil je rematch? Ja, kom maar. Doen we dat. Nee, hoeft niet. Kom maar, ja, dat moet. Hé, telefoon terug. Tim. Jullie gedisqualificeerd. Ja, maar ik heb ze eerlijk allebei gedaan. Ik leg nu jullie eigen telefoon aan jullie eigen kant. Ik ben die echt kwijt. Yo! Yo, gaan we weer zoeken. Ja, je hebt de kou heel ver gedaan. Bro, dit is oprecht dom. Dit is wel een probleempje. Oepsie. Oh. Lars, dit was de heftig. Oh, oh! Ja, Tim alleen. Ja. Nou, totdat Tim hem heeft gevonden mag je op je telefoon. Nee, ik krijg nog 5 minuten toch? Ja, maar dat is er nog wel lang waarschijnlijk. Ja! Oh! Oh, nou, dat was wel best oké. Okay. Ja, nou, jij mag hem inleveren. Jij mag 5 minuutjes op telefoon, Timo. Jullie hebben net allebei een telefoon gezocht. Bij Timo ging dat iets beter dan bij Tim. Timo, jij mag hem nu weer in gaan leveren. 5 minuten zijn voorbij. Nu al? Ja. We gaan ook gelijk de brute eindchallenge spelen. We zitten er een uurtje of 3 in. Lang genoeg, vind ik. Ik wil slapen. Ik ben moe. Ja, hoe voelen jullie nou? Ja, ik voel me wel moe. Maar ik voel me een beetje vies ook. Oké, jullie mogen even naar de muur kijken. Ik ga deze in de bak gooien. De eerste die hem vindt. Er zit er heel veel in, dat vinden we ook niet. En wiens probleem is dat? Ja, weet ik ook niet. Ik ben mijn blokje ook kwijt. De eerste die hem vindt. Wie wint? Ja, dat moet je er nog bij zeggen. Top! Oh. De eerste die hem vindt, wint. De eerste die hem vindt, wint. Ja. Dat gaat niet heel diep hoor. Ja, 3, 2, 1. Dit gaat de winnaar bepalen, jongens. Hey. What the fuck is dit? Oh, jij hebt de extra gevonden. De extra? Die was niks waard, maar die had ik wel nodig. Dankjewel.
Ja, prank. Dat was een pen. Wat is dit? Oud Tim, dat is mijn zak. Oh, oh. Oh, gouden blokje! Oh, hij heeft een gouden blokje gevonden! Ja, dat is niet van vandaag, die was wel ziek. Wacht, ik maak er weer even een foto van. Oh, dit helemaal niet verstopt. Ik heb nu geen idee meer waar dat ding ligt. Nee, dat ding is echt goed ziek. Hij lag hier, zeg maar, waar, ja, waar Timo nu staat. Daar hoorde die andere toch heen? Het is echt een naald in een hooiberg. Oké, okay, jullie zijn nu 8,5 minuut bezig. Bij 10 minuten gaat er een nieuw voorwerp in. Oh. Jongens, nog 20 seconden. Ik doe echt mijn best, maar... 5, 4, 3, 2, 1. Niemand heeft hem, hè? Nee. Jullie mogen allebei in een hoek gaan zitten. Ik ga deze GoPro met stok erin stoppen. Dit is super makkelijk. Ik ga natuurlijk wel wat beter wegstoppen. Wie hem als eerste vindt, wint de 500 euro. Terwijl de jongens hier achter mij doorzoeken, doe dan vast een duimpje omhoog. Subscribe hier beneden. En dan zie ik jullie morgen om 2 uur bij een nieuwe video. En na de outro gaan jullie zien wie er met 500 euro naar huis gaat. Ja, niemand dus. Ja. Adé. Yes! Yes! Lekker Timo! Yes. Oké, Timo, hier is geld. Oh, dat is heel kut. Nou.